Eigenlijk hè, zit iedereen die op dit nieuwe kabinet hebben gestemd, hè, vooral PVV, ja, die zitten te wachten op dat strenge nieuwe asielbeleid. Ja. En dat zit hem vooral ook in als je nu de krant weer hebt gelezen. Ja, heb je dat gelezen? Zeg maar, het aantal asielzoekers die ernstig overlast bezorgen, vrienden, is het afgelopen jaar verdubbeld. Van ongeveer 500 naar 1000. 1000 mensen, moet je ze allemaal bij elkaar zetten, die voor ernstige overlast zorgen. Ja, ze hebben de afgelopen maanden 160, moet je nagaan, 160 slag- en steekwapens, die hebben ze afgepakt. Ja, in Ter Apel, alleen in Ter Apel, hè. Dus daar is het dus buitengewoon onveilig om bij de COA te werken, maar ook om in Ter Apel te wonen. Ja, want het is nou ook al zo erg dat als een huisarts naar een AZC in Ter Apel wordt geroepen, dan moet er een beveiliger mee. Hoe vind je hem? Ja. En als een asielzoeker naar een huisarts moet in, weet ik veel, in Groningen of waar dan ook, dan gaat er dus ook een beveiliger mee. Zo erg is het, vrienden. En hebben ze dus een zwarte lijst, hebben ze nu, met 1000 mensen die ernstig overlast bezorgen. Nou, dat gaat toch veel te ver, vrienden. Als je leest hoe je op die lijst kan komen, ja, dat kan door moord of door afpersing, of door dat je politieambtenaren hebt bedreigd. Noem het allemaal op, dan kan je op die lijst komen. Maar je kan ook alleen maar op die lijst komen, maar dan moet je dus 5 keer, goed luisteren, dit, 5 keer een geweldsdelict hebben gepleegd, ja, in een locatie van de COA. Ja, dus zeg maar een AZC. Ja, 5 keer. Doe je 4 keer, kom je niet op die lijst, hè? Nee, dan ben je niet ernstig vervelend. Nee, 5 keer, dan kom je pas op die lijst. En als je op die lijst staat, ja, dan krijg je soms een beetje straf en dan krijg je wat minder leefgeld. Of je komt in iets minder luxe te zitten. Maar er staat nergens dat je gewoon voorop het land uitgegooid wordt. Nee, dat heb ik nergens zien staan. Dus daarom, nieuw kabinet, kom heel snel met een stevig asielbeleid.